Vestingstad Grave is zo vaak veroverd en belegerd dat het een klein wonder is dat er nog zoveel moois van over is. Na iedere oorlog krabbelden graven weer op en kwamen de authentieke straatjes opnieuw tot leven. Omringd door eeuwenoud militair erfgoed, zoals het arsenaal en de Hampoort. Bezoekers kunnen het eeuwenoude stadje aan de Maas, de toegangspoort van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, ontdekken met behulp van een wandel-app. Een digitale audiotour via mobiel of tablet. Daarvoor is een speciale gratis te downloaden app samengesteld die de bezoeker zelfstandig langs tientallen bijzondere gebouwen en locaties leidt en het verhaal vertelt dat erbij hoort. De Graafse historische beleving is niet alleen digitaal. De stichting Vestingstad Graven, hoofdstadland van Cuijk, die deze app heeft ontwikkeld, organiseert ook het historisch spektakel, waarbij bezoekers de historie aan de lijve beleven. Maar ook door middel van allerlei ludieke acties waarbij aandacht gevraagd wordt voor de stad en het land van Cuijk. Burgers, boeren en buitenlui! Allemaal gelukkig nieuwjaar! De Gravenaren willen die historie, de schoonheid van graven en ook de Brabantse gezelligheid graag delen. Daarom heeft een werkgroep van Stichting Vestingstad Graven de afgelopen maanden de nieuwe app Vestingstad Graven samengesteld die nu gratis beschikbaar is in de App Store van Apple en in Google Play. Meer informatie via www.hoofdstadlandvankuik.nl.